We zijn aanbeland bij de laatste 8 ploegen. 4 kwartfinales. Ik zal ze 1 voor 1 behandelen. Dan de tweede kwartfinale, Brazilië-België. Of Neymar tegen België, daar lijkt het wel een beetje op natuurlijk. Heel beslissend, heel bepalend voor Brazilië en onderwerp van gesprek. Omdat hij natuurlijk heel vaak op de grond ligt, overdreven reageert, doorrolt. En volgens een bepaalde krant 14 minuten op de grond heeft gelegen. Ik ken hem niet anders en zo voetbalt hij nou eenmaal. En ik denk dat het wel een interessant duel kan worden tussen Thomas Meunier en Neymar. Die natuurlijk ook al bij Paris Saint-Germain samenspelen. Dus Meunier weet precies hoe hij op de training is. Sterker nog, Meunier mag Neymar op de training niet eens zo hard aanpakken. En zal nu in de wedstrijd hem moeten uitschakelen. En de scheidsrechter op moeten wijzen dat hij misschien wat overdreven reageert. Dus het kan nog wel een heel interessante clash worden tussen 2 ploeggenoten. Hoewel het bij Brazilië heel vaak over Neymar gaat, heeft de bondscoach Tietje een ploeg samengesteld waarin Neymar niet eens de allerbelangrijkste speler is. Het middenveld en de verdediging, dat zijn de geheime grote troeven van dit Brazilië. De nul houden en hopen dat Neymar of Willian of Gabriel Jesus met 1 flits of 2 zo'n wedstrijd kunnen beslissen. Zo gaat het al 1,5 jaar lang. Tot dusver staat er altijd wel eentje op. Of Willian, of Neymar, of Paulinho die de diepte inloopt. En de rest is bezig met tegenhouden. En Brazilië krijgt bijna nooit een goal tegen uit de normale voetbalomstandigheden. Of het moet een keer bij een corner zijn dat iemand verkeerd staat. Maar België mag die Braziliaanse verdediging gaan testen. Andersom wordt het bij België interessant om te kijken hoe die driemans verdediging zich houdt met die wingbacks. Tegen Japan was het kwetsbaar bij momenten. Kwamen ze zelfs 2-0 achter. Brazilië is natuurlijk aanvallend veel beter. Ja, België zal echt getest gaan worden en heel slim moet omgaan met de ruimtes die je tegen Brazilië zeker weten gaat krijgen. Omdat natuurlijk Marcelo van nature naar voren loopt. Omdat het centrum van Brazilië zwak is en traag. Dus in de omschakeling, zoals het ene doelpunt tegen Japan, die 3-2. Waarin de Belgen van hun eigen 16 naar de andere 16 in 10 seconden de oversteek maakten. En zo de Japanners verrasten. Op die manier moet het waarschijnlijk ook tegen Brazilië gaan gebeuren. Normaal voetballend, als je gaat rondtikken, kom je er niet doorheen. Je zal een list moeten bedenken en de Brazilianen van hun eigen helft lokken. En dan in de omschakeling keihard toeslaan. En voor veel Belgen is dit toch de wedstrijd van hun leven. Voor veel supporters, maar ook voor de internationals. Zo'n jongen als Kompany, Vertongen, Vermalen. Jongens van een gouden generatie, alhoewel ze daar zelf niet van willen spreken. Maar dit is een gouden generatie en dit is hun wedstrijd van hun leven. En hun kans om de halve finale van de WK te bereiken en mogelijk het WK te gaan winnen. En Brazilië, België, daar zullen ze later op gaan terugkijken als het sleutelduel in hun carrières. Brazilië, België, veel aanvallend geweld, veel talent, veel doelpunten. Dit wordt een doelpuntenfestival en Brazilië wint na 90 minuten met 4-3.